Het is 4 mei en dus zijn er vandaag overal in de regio herdenkingen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanochtend om 11 uur legde burgemeester Abu Taleb van Rotterdam een krans bij het Koopvaardijmonument De Boeg in Rotterdam. Die herdenking is er elk jaar, maar in Meerkerk kan vanavond na 66 jaar voor het eerst bij een monument herdacht worden. 21 Meerkerkers die omgekomen zijn in de oorlog hebben een naam gekregen op een beeld dat vanavond door burgemeester Van E. van Zederik wordt onthuld. De aanleiding was een boek van Arie van Veen waarin hij de geschiedenis van Meerkerk verwerkte. Zo stuitte hij op het oorlogsverleden van het kleine dorpje. Dat was niet veel anders dan andere dorpen, maar toch zijn er relatief veel Meerkerkers omgekomen. Ze gingen op zoek, zeg maar, naar leeftijdsgenoten of die ouder waren en daar ging ik informeren. En zo kwam ik dus ook terecht bij de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers. En dat waren er veel meer dan ik ooit had gedacht. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden geweest. Er zijn 6 mensen tijdens de oorlog die in Meerkerk woonden overleden. Er zijn ook mensen die in Meerkerk geboren zijn en buiten Meerkerk om het leven zijn gebracht. En dan, als je dat dan optelt bij elkaar, en je komt tot het aantal van 21 op een gemeenschap die rond de oorlog maar 2000 was, kom je toch wel tot een fors aantal. En daar schrokken we toch zelf wel van. De toevalligheid van het leed wordt gesymboliseerd door de dood van Arie Vurens. Die werkte aan het knooppunt bij Utrecht. Er was een luchtgevecht gaande tussen Duitsers en de Engelsen. Toen stortte er een vliegtuig neer of maakte een noodlanding. En die raakte hem precies daar die aan het werk was met een vleugeltip. Was op slag dood. Dat het zo lang heeft moeten duren ligt aan de tijd van na de oorlog. Men wilde verder en niet terugkijken. Ze vroegen mij waarom begin je nou na 60 jaar nog aan een monument. En dan vroeg ik, was mijn stelselmatig mijn vraag, wat heb je er zelf aan gedaan? Maar ze, ik? Moet ik dat dan doen? Ik zei, ja. Maar is het nog nodig? Natuurlijk is het nodig. Kijk, zolang de spanningen in de wereld bestaan, en er is een gezegde van hoe lang is er oorlog en dat is de oplossing, zolang er nog 2 mensen zijn. Vanavond wordt het beeld onthuld in het bijzijn van de nabestaanden en 200 belangstellenden. Ook in Rotterdam werd er herdacht. Traditioneel gebeurde dat bij het Nationaal Koopvaardijmonument aan de Boompjes. Vandaag herdenken we alle opvarenden van de Nederlandse Koopvaardij die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Vorig jaar zou hij al over Hoek van Holland vliegen, een Engelse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er nog maar 2 van en wegens technische problemen ging de vlucht toen niet door. Maar dit jaar was de herkansing, die werd in Hoek van Holland voorafgegaan door een Remembrance Tea, een samenzijn met herinneringen. De groeven in het gezicht, de licht trillende hand die door de koffie roert, de kruimel op de onderlip. Ze vormen het zichtbare bewijs dat de tijd het leven tekent. Maar de geest blijkt na al die jaren nog altijd scherp als het gaat over die ene periode. Het blijft altijd wel bij je natuurlijk, want vergeten doe je het niet. En vooral het laatste gedeelte natuurlijk, die hongerwinter, dat was echt niet zo'n pretje. Dan ben ik ook 4 maanden in Drenthe geweest. Lopen naar Drenthe. Hier op het kerkhof liggen ook Engelse soldaten. En dat heb ik eigenlijk nu pas gehoord, terwijl ik hier toch al 60 jaar woon. De algemene begraafplaats aan de Kerkhofweg is dus een gepast decor voor de Remembrance Tea. Een herdenking waar niet alleen geluisterd en gezwegen wordt, maar vooral ook met elkaar gesproken. Een sfeer die ruimte biedt voor kleine verhalen en herinneringen. We wonen in Haag op een 2e etage. En op een gegeven moment kijken we naar buiten. Het zit er beneden, zitten ze. Gewoon dikke mof, zeiden we dan. Dan hebben ze benen wijd, mitrailleur tussen zijn benen. En zo'n bon kaas zat hij te eten. En wij hadden niks. Ik zeg tegen mijn zusje, zal een bloempot op zijn kop. Om iets voor 2 stiefelt iedereen naar buiten voor het eresaluut van de Lancaster van de Britse Royal Air Force. Het geluid van de oude bommenwerper is onmiskenbaar. Het is een heel ander geluid als dat ze naar Duitsland gingen om te bombarderen. En dan zat ze heel erg hoog en dan hoorde je eigenlijk al meer een gezoem. Maar dat was ook wel een geruststellend geluid, want je wist dat er wat gedaan werd. Indrukwekkend hoor, daar krijg je een beetje de rillingen van. Denk je, nou ja, dat roept natuurlijk die oude dingen weer op. Hè? De hele boel zat in elkaar gedrukt. De banken zaten werkelijk als kussentjes op elkaar geperst. En daartussen zaten mensen.
En over die herinneringen straks meer. Je zou denken dat alle verhalen over de Tweede Wereldoorlog inmiddels wel bekend zijn, maar toch komt er altijd weer iets nieuws boven water. Bijvoorbeeld het verhaal over Boy Ecurie, een jonge Arubaan die kort voor de oorlog naar Nederland kwam. En nadat de oorlog was uitgebroken, sloot hij zich aan bij het verzet. Een half jaar voor de bevrijding werd hij opgepakt en geëxecuteerd. Ecurie is in Rotterdam niet bekend, maar op Aruba is dat wel anders. Het levensverhaal van Boy Ecurie begint in Aruba. Daar wordt hij op 23 april 1922 geboren in Oranjestad. Hij komt eind jaren 30 samen met een aantal broers en zussen naar Nederland om hier hoger onderwijs te volgen. Er is dreiging van een oorlog, maar de familie denkt dat Nederland ook nu neutraal zal blijven en daarom wordt besloten hier te blijven. Als de oorlog uitbreekt, bedenkt Boy zich geen moment en besluit hij het voor de onderdrukte op te nemen. Hij gaat het verzet in. In het begin was het het saboteren van bepaalde konvooien. Het saboteren van Duitse vrachtwagens of Duitse vervoersmiddelen. En van lieverlee werd het wel heftiger, het bevrijden van medeverzetsleden. Via Brabant en Den Haag komt Boy Ecurie in Rotterdam terecht. Lange tijd is hij in het verzet werkzaam. Maar hij wordt verraden. En het gaat mis als hij op zondag 5 november 1944 de hoogmis bezoekt in de kathedraal aan de Mathenesselaan in Rotterdam. Ja, zij lopen naar het onderduikadres van degene met wie hij dus hier in de kerk was. Dat was Tony Brantenaar. Daar woonde hij in. Daar heeft hij de laatste tijd ondergedoken gezeten hier in Rotterdam. En zij lopen dan langs het gebouw van de ziekenhuisdienst. Hij is hier ook in dat gebouw van die ziekenhuisdienst gevangen genomen. En vervolgens zijn ze de volgende dag vervoerd naar Den Haag. En daar gefusilleerd door de Duitsers voor een peloton. In 1947 wordt het lichaam van Boy opgegraven en overgebracht naar Amersfoort. Daar wordt het opgebaard. Vervolgens wordt het overgebracht naar Curaçao en later naar Aruba. Daar wordt Boy met alle militaire eer begraven. Alles wat uw oom gedaan heeft en wat hem overkomen is, is op Aruba en op de Antillen nog steeds iets wat heel erg verteld wordt. Hier is daar een vergeten verhaal. Is dat niet heel raar? Ja, kennen wij ook onze verzetshelden, de Nederlandse verzetshelden, kennen we die allemaal? Ik ken ze ook niet allemaal, dus het is op zich niet gek. Het is zoals het is, denk ik. Op onze website vindt u een langere versie van deze reportage. Dan naar de dag van morgen, bevrijdingsdag. Net als vorig jaar zal het bevrijdingsfestival van Zuid-Holland aan de Parklaan in Rotterdam worden gehouden. En de veiligheidsmaatregelen zijn een stuk minder scherp dan vorig jaar, toen iedereen uitgebreid werd gefouilleerd. Van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds is er een uitgebreid programma met debatten, exposities en natuurlijk veel muziek. Roeveda en Pluk zijn 16 en 17 jaar oud en maken sinds 2 jaar muziek met elkaar. Na concerten bij talentenwedstrijden en op verschillende poppodia staan ze morgenmiddag op het Bevrijdingsfestival. Ik denk dat we allebei wel, dat ik voor ons allebei spreek als ik zeg dat we echt verbaasd waren. Maar dat we echt heel blij zijn. Ja, ja, het is heel vet. Vorig jaar was er veel gemopper rond de strenge veiligheidsmaatregelen. Gelukkig mogen morgen de zelfgesmeerde boterhammen wel weer worden meegenomen. Want dit jaar is de beveiliging een stuk sympathieker. En ik hoop dat het volgend jaar helemaal op het niveau is zoals we allemaal zouden moeten willen. Het festival wordt afgesloten met een optreden van Whalen, die in een helikopter langs alle bevrijdingsfestivals van Nederland gaat. Overdag zijn er vooral activiteiten voor kinderen, zoals knutselworkshops en theatervoorstellingen. Als je ziet dat er nu op de wereld nog steeds op heel veel plekken helaas oorlogen zijn, dan is het goed om te weten dat we hier allemaal in vrijheid leven. En dat het eigenlijk een heel bijzonder is en helemaal niet vanzelfsprekend. En het is goed juist voor jeugd om daarbij stil te staan, denk ik. Nou, in principe zijn al onze liedjes op een of andere manier wel te linken aan vrijheid. Want ik bedoel, wij zijn eigenlijk het levende voorbeeld van vrijheid. Wij staan hier en dat is al een wijze vrijheid die we hebben. Om te spelen en muziek te maken en dan ook nog hier te mogen staan. Ik bedoel, wat willen mensen nog meer? Dat is toch wel ultieme vrijheid.
Het is inmiddels 35 jaar geleden, maar bij sommigen staat de ramp in het geheugen gegrift. Het treinongeluk bij Schiedam. Ter hoogte van de Henri Polakstraat botsen twee treinen frontaal op elkaar naast een derde trein die stilstaat. Er vallen 24 doden en tientallen gewonden. Het is nu 10 uur precies en 2 uur geleden is het ongeluk bij het station Schiedam-Rotterdam-West gebeurd. Het aantal doden is op dit ogenblik nog niet precies bekend en evenmin is iets met zekerheid te zeggen 2 uur nadat het ongeluk gebeurd is over het totale aantal gewonden. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk voor de mensen die slachtoffer zijn geworden. Het is verschrikkelijk voor hun nabestaanden en het is voor alle spoormannen die dit mee moeten maken, is dit ook een verschrikkelijke zaak. Rond 8 uur 's ochtends op 4 mei 1976 moet de internationale trein op weg naar München een andere trein via het linkerspoor passeren. De tegemoetkomende sprinter van Rotterdam naar Hoek van Holland moet daarop wachten. Maar bij vertrek uit Schiedam negeert de machinist van de sprinter het rode sein. Even later botsen de twee treinen op elkaar. Er vallen 24 doden en tientallen gewonden. Fotograaf Jan Koopmans hoort de knal en gaat snel kijken. Als hij aankomt, treft hij een enorme ravage aan. Je hoorde het, wat je in speelfilms wel ziet, echt gekerm en geschreeuw. Het was heel eng gewoon. Koopman staat ter hoogte van het spoortunneltje vlakbij het ongeluk, waar later een noodhospitaal wordt ingericht. Hij ziet en fotografeert hoe de hulpdiensten zoveel mogelijk passagiers uit de verwoeste sprinter proberen te halen. Er werden mensen uitgedragen, al of niet overleden. In ieder geval was het een beetje een slagveld. En iedereen werd, die het niet meer deed, zeg maar, die werd even in het gras gelegd. Dat was dan voor later zorg en men ging gewoon koortsachtig op zoek naar slachtoffers. Maar dat viel niet mee, want de hele boel zat in elkaar gedrukt. De banken zaten werkelijk als kussentjes op elkaar geperst. En daartussen zaten mensen. Wat Koopmans nog het meest is bijgebleven van de ramp, is de enorme hoeveelheid ambulances die ter plekke kwam. Dat beeld, die herrie waarmee dat allemaal aankwam, die sirenes door elkaar en die lichten. En dat was zo massaal en dat heeft heel veel indruk gemaakt, ja. Bijna nog meer dan de brokstukken die je op de rail zag leggen. Ja, als je dan zoals in deze situatie daar weer even bij stilstaat, dan komt alles terug. Dan zie je de kleine dingetjes weer, dan zie je die arm weer helemaal onder het bloed waar de vingers van afwaaien. Dat ga je weer zien. Dat is iets waar je eigenlijk al lang niet meer bij stil stond, maar dat komt alweer terug. Sinclair Bisschop heeft het sportnieuws. Sinclair, FC Dordrecht kan de na-competitie vergeten. Ja, want FC Dordrecht heeft van de KNVB 3 punten in mindering gekregen en zakt nu naar de 10e plaats. Volgens de licentiecommissie van de KNVB heeft Dordrecht zich niet gehouden aan de afspraken voor het maken van een plan van aanpak. En eerder dit seizoen kreeg Dordrecht ook al 1 punt in mindering. Nou, de voorzitter van FC Dordrecht, Ad Heijsman, is het er allemaal niet mee eens en kondigt stappen aan. We zijn nu een dagvaarding aan het voorbereiden en we hopen met een spoedeisende zitting aanstaande vrijdag rechtbank van Utrecht kan verbeteren dagvaarden. Wij kunnen dat hier niet belaten zitten. Zo zijn de licentiereglementen niet bedoeld en het moet dus ophouden met... Want die beroepscommissie ook, het lijkt wel een speeltuin van professoren die dan een zaak gaan behandelen terwijl ze nauwelijks weten waar ze het over hebben. Wat verwacht je dat er dat korte geding gaat opleveren? Nou nee, het enige wat ik verwacht is nu een hoop heisa, omdat wij worden nu... Kijk, administratief hadden wij een herzienplan van aanpak kunnen maken. Dat hebben we verzuimd in maart. Nou, dat ligt aan onze eigen organisatie. Dat kan ik ook billijken dat je daar een waarschuwing voor krijgt. Maar 3 punten heeft niks te maken met de financiële positie van Dordrecht. Heeft ook niks te maken met sportieve prestaties. En ga het nu maar uitleggen als voorzitter aan supporters, aan businessclubleden, aan de selectie, aan trainers. Het is niet uit te leggen. Ja, want het seizoen is eigenlijk nu over. Jullie hadden nog een kans om jullie te plaatsen voor de na-competitie. Voor de competitie hebben jullie ook al 1 punt in mindering gehad. Kortom, het is wel vervelend dat jullie zo'n na-competitie moeten mislopen achter de tafel.
Ja, nee, dat is heel vervelend en ik voel me daar verantwoordelijk voor. Ik vind het heel vervelend. Ik ga niet met mijn portefeuille zwaaien. Ik blijf gewoon voorzitter van FC Dordrecht als ze me tenminste willen houden. En we zullen nog sterker terugkomen als dat we nu staan. Het is gewoon een belachelijke zaak waarbij de licentiecommissie, de licentiereglementen, ja, die schiet hun doel heel duidelijk voorbij. En meer van dit interview met de voorzitter van FC Dordrecht is te zien op Rijnmond.nl. Dan ander voetbalnieuws. Hoe lang gaat het nog duren voordat Guillaume Fernandes de overstap naar Feyenoord maakt? Ja, dat lijkt eigenlijk een kwestie van tijd, want de spits van Excelsior heeft de Graafschap en de NEC afgezegd en heeft een eerste gesprek met Feyenoord al achter de rug. Ja, nou, ik denk van als je jong bent, dan kijk je naar zo'n club als Feyenoord en dan ben je gauw verkocht. En het is niet zo dat ik bij die andere clubs niet goed ontvangen ben. Ik heb prima gesprekken gehad en het is gewoon uiteindelijk moet je een keuze maken en die is zo gevallen. Hoe groot acht je de kans dat je uiteindelijk bij Feyenoord gaat tekenen? Nou, ik hoop heel groot, maar dat is altijd afwachten, dus we zien het wel. Als het aan jou ligt, dan komt dat wel goed. Ik hoop dat het wel goed komt, dus we zien het wel. Bonje met de buren. De afgelopen 15 jaar kon, als dat aan de hand was, in Rotterdam-Delfshaven de buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Maar dat stopt per 1 juli. De deelgemeente kan het project niet meer betalen omdat de rijksbijdrage wegvalt. Heel wat bewoners van de deelgemeente hebben al baat gehad bij de bemiddeling. De deelgemeente hoopt dan ook dat andere instanties het werk kunnen overnemen. Maar de buurtbemiddelaars hebben daar hun twijfels bij. In de deelgemeente Delfshaven heeft buurtbemiddeling in de afgelopen 3 jaar zo'n 550 problemen tussen bewoners opgelost. Dat buurtbemiddeling hier verdwijnt, betekent volgens projectleider Finot Bagwandin verlies aan een laagdrempelige voorziening om snel tot conflictoplossing tussen buren te komen. In de deelgemeente Delfshaven wonen allerlei soorten mensen. En dat geeft problemen, weten bemiddelaars Hans Sten en Jasmin Houfati. Wat vaak voorkomt is dus dat mensen uit verschillende culturen afkomstig zijn en elkaar niet zo snel begrijpen of verkeerd begrijpen. Yes. Ja. Hoe is dat op te lossen? Door met de bewoners in gesprek te gaan. Door ervoor te zorgen dat de bewoners hun standpunt naar elkaar goed duidelijk maken. En dat op een leuke manier overbrengen. Mensen zijn vaak gewend om bij ruzies gewoon te gaan schreeuwen. En dat laten we tijdens zo'n bemiddeling ook wel gebeuren. Maar omdat wij zelf vaak rust uitstralen in zo'n bemiddeling en ook met respect naar de bewoners praten, gaan bewoners dat overnemen. Dus, en als ze dan rustig met elkaar gaan praten, dan komen ze er vaak zelf wel uit. Ik bedoel, waarom moet je nou gelijk naar de woningbouwcorporatie gaan stappen? Had naar mij toe geweest, op een normale manier. Dus gelijk, ik ben een paar keer geweest. Ik 3 keer bij jou per dag aankomt. Op een normale manier. Hoort u wat ik zeg? Op een normale manier. De bemiddelaars demonstreren hier hoe het eraan toe gaat tijdens een gesprek. Over Hosni El Shamal werd ooit echt geklaagd door zijn buurvrouw over geluidsoverlast. De bemiddeling vond hij zo'n positieve ervaring dat hij zelf bemiddelaar werd. Het contact na de bemiddeling is ook gewoon sindsdien gewoon alleen maar beter geworden. In het begin zeiden we nooit gedag tegen elkaar, als we elkaar tegenkwamen in de portiek. En vervolgens was het wel gewoon hallo en dag en helpen met de boodschappen naar boven sjouwen. Gewoon echt heel positief. Ja. Buurtbemiddeling heeft geld nodig om 2 part-time projectleiders te betalen en voor de huisvesting. Het Rijk heeft besloten de bijdrage te stoppen. Maar volgens de woningcorporaties ligt het probleem bij de deelgemeente. Die heeft besloten geen geld meer beschikbaar te stellen. We doen het nu al bijna een kleine 10 jaar met elkaar, dat je niet eenzijdig 1 partij zomaar kan opzeggen. En als dat gebeurt, dat wij dan ook de financiering stopzetten. Het is met z'n allen de trap op of met z'n allen de trap af. De deelgemeente zegt te moeten bezuinigen. En er zijn andere instanties die het werk van de buurtbemiddeling kunnen overnemen. Voor buurtbemiddeling hebben we het idee van als we kijken naar andere projecten, zoals het meldpunt overlast of de aanpak woonoverlast, dan zijn er andere alternatieven. Niet hetzelfde, maar wel alternatieven die ook ingezet kunnen worden voor de situatie waarin mensen, buren, ruzie met elkaar hebben. Maar volgens Finot Bagwandin zal juist de politie sneller worden ingeschakeld. En dan kunnen problemen uit de hand lopen. Als een man in een politieuniform of een vrouw aan de deur staat, daar schrikken mensen toch vaak van. En het komt de relatie onderling tussen de buren vaak niet ten goede. Want wat is dan juist de kracht van buurtbemiddeling? De kracht is dat het bewoners zijn die andere bewoners helpen. Dus dat is heel laagdrempelig en toegankelijk. Ze spreken ook de taal van de mensen. Ja, dat komt heel anders over. Buurtbemiddeling Delfshaven gaat nog aankloppen bij de politiek voor hulp.
En dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het langere weerbericht, fauna en gemeenschap. Het Rijnmondgebied was tienduizenden jaren geleden een koud steppengebied waar kudde, mammoeten en andere nu uitgestorven diersoorten graasden. Kees en Frey gaan op bottenvistocht. Hoi. Dat is ook hout. Nou? Ja. Nee, dit is mammoet hiervoor. Oh, nou leg neer. Een stukje slachtand. Dat heb je dan net gemold. Ja. Bot vangen dus verderop dit uur in Fauna en Gemeenschap. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder.